De kasteel is open voor Bernard hè, hier en voor zijn kunst deze avond. En de bedoeling is dat, niet deze avond, maar tijdens de kasteelfeesten de 2 en 3 juli, dat allemaal kunnen hier komen om de show van Bernard te kunnen zien. Een kasteel beweren moet proberen om open te maken, om het kasteel open te maken. Het is geschiedenis. Het kasteel was gebouwd door de mensen in de streek, niet alleen door de familie. Dus dat moet open zijn voor de mensen. Allee, geschiedenis is niet alleen voor ons, het is voor allemaal. Tijdens de kasteelfeesten zullen al de models in het kasteel wandelen met de kleding van Bernard. En dus ja, voor het publiek, dat zal de eerste keer, denk ik, in een kasteel in Vlaanderen, dat zal de publiek kan dat zien. Ja. Les nuages qui font le gros dos, le soleil revient chaud, l'été à quoi tu joues. Il y a quand même dans mes collections toute une palette de couleurs cognac, marron glacé, camel qui rappelle les stucs et tout ce qui est les boiseries de la pièce. Donc il y a quelque chose de très, je veux dire, de très mielleux dans les couleurs. Et c'est vrai que ça va bien mettre en valeur mon travail. Ik zelf ben een jong kasteelheer. Ik moet het kasteel hier beweren. En een kasteel zo, dat doet me altijd veel plezier. Enorme plezier wanneer mensen kunnen een beetje van het kasteel genieten. En niet alleen onze vrienden, maar al de mensen van de streek. Dus mensen komen op de 2 en 3 juli naar de kasteelfeesten.